Nou, we kwamen eigenlijk bij doorbrekers terecht door ik eigenlijk naar de kerk moest altijd. Dan hadden we ons verslapen naar het uitgaan eigenlijk een keer en toen belde ik haar op. Van joh, ik heb me verslapen. Dan dacht ik van joh, dan gaan we gewoon toch naar die kerk. Als we naar een kerk gaan, dan vinden mijn ouders het wel goed. Bijzonder om toen bij doorbrekers terecht te komen. Ik had wel een beetje zoiets van, die mensen kunnen wel een beetje normaal doen. Maar het woord vond ik wel goed. Ik had altijd wel een beeld van God dat hij best wel beperkte. Gewoon door met regels en zo, dat mijn leven beperkte. Maar nu bleek dat hij eigenlijk wil dat ik het maximale uit het leven haal. In het begin was het echt toekijken. We durfden niet eens mee te zingen. Nee. Ze spraken weg met z'n tweeën af. Oké, deze zondag gaan we met z'n tweeën meezingen. Eerst echt heel zachtjes. Nou, en nu staan we met z'n tweeën echt keihard te blaren. Gewoon als we meezingen. Dus dat is wel echt een heel verschil. En ook bijvoorbeeld met handen opheffen. In het begin wil je het heel graag. En het is echt van, ik wil het, maar ik durf het niet. We krijgen er echt een verlangen naar om God gewoon te dienen op die manier. Nou, het is nu 4 en ik zit ook bij groep 1, nu bij Superkids. En ik vind het heel gaaf om gewoon die kleine kinderen al gewoon de waarde bij te brengen. Dat ze geliefd zijn door God, dat ze echt een parel zijn, zeg maar. En dat vind ik gewoon echt heel belangrijk om dat aan die kinderen mee te kunnen geven. Ja, Alicia die is nu 4 jaar. Heel gezond, gelukkig meisje, gelukkig. Toen ze geboren was, dat was niet helemaal zoals het gepland was. Alicia is geboren met 31 weken. En ik had zwangerschapsgift erin, dus ik lag in het ziekenhuis. Ik had die ochtend had ik een tekst gelezen in de Bijbel. En daar stond in, ik ben degene die redt, zegt de Heer. En op het moment dat ik de OK ingereden werd, dacht ik alleen maar, oké, God, u bent degene die redt. Dus nou, red mij, red mijn kind. Want zo spannend was het op dat moment wel. Is Alicia gehaald en dat had ook niet een minuut later volgens mij moeten zijn. Want dan was het gewoon mis geweest. Ze kwamen eigenlijk met een levenloos kindje aanlopen. Tijdens de dienst hebben ze echt met de hele gemeente ervoor gebeden. En echt vanaf dat moment is er geen één keer meer zo'n aanval geweest dat ze iets storing hebben gemeten. Dus dan ben je gewoon super dankbaar voor dat je gemeente achter je hebt staan. Maar ook gewoon dat er een levende God is en die om je geeft en om je kind. En soms dan sta ik in de dienst met Alicia in mijn armen en dan denk ik van, nou, dan kijk ik naar mijn vrouw. Ik had ze die dag heel goed allebei kunnen kwijtraken. En dan is het dan.